Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft samen met de ministeries Regionale Ontwikkeling en Sport en Openbare Werken grote inspanningen gepleegd om de waterspiegel in de Nanniswamp op peil te houden. Het waterpeil wordt gemonitord en er worden activiteiten ontplooid om de miljoenen liter zwampwater sneller en in grotere volumes naar de rivieren te kunnen afvoeren. Het ministerie van LVV heeft machines ingezet om dammen te verstevigen, natuurlijke afvoeren te verbreden en kunstmatige afvoeren aan te leggen. Volgens landbouwdirecteur Sudarshan Jayaram is er continu overleg tussen de ministeries en de respectieve districtscommissarissen tezamen met hun werkarmen.